Bijkans 60 jongeren hebben gisteren een certificaat ontvangen voor het pilotproject van de Backlot. Dit in aanwezigheid van minister Robert Pneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het project is met deze certificaatuitreiking ook officieel afgesloten. Het trainingsproject Powered by the Backlot heeft in de afgelopen 2 jaar bijkans 600 deelnemers een stimulans gegeven hun toekomst in eigen hand te nemen. Jongeren die vastgelopen waren in het bestaande systeem en geen mogelijkheden zagen voor hun verdere ontwikkeling, werden door speciaal voor hun ontwikkelde trainingen en persoonlijke coaching op weg geholpen. Door de training te volgen zijn hun kansen vergroot bij het vinden van een baan of een opleiding. In de training is veel gebruik gemaakt van moderne media, zoals fotografie, film en internetapplicaties. De jongeren hebben geleerd om samen te werken aan een project, taken te verdelen, werk te organiseren en op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Minister Pneu van Onderwijs zegt dat heden ten dagen we een trend zien dat jongeren geen lange studies meer willen doen. Jongeren willen ook niet meer lange studies doen. Jongeren willen niet meer 5 en 6 jaar steken in een studie. En daarom heb ik als minister nu, zet ik een transformatie in, waarbij we in feite alle avondopleidingen in Suriname gaan opzetten modulair. En waarbij we uiteindelijk korte opleidingen zullen aanbieden. En elke korte opleiding zal uiteindelijk leiden tot een groot diploma. AMTO zal ook anders opgezet worden. Ik ben nu dringend bezig met het technisch onderwijs, veranderingen aan te brengen. Maar uiteindelijk is het belangrijk voor mij als minister om in te spelen op de vraag wat jongeren willen. Wanneer we heden ten dage onze Surinaamse situatie bekijken, dan zien we dat veel al jongeren naar de MULO al drop-outs worden. Niet omdat ze niet verder willen, maar jongeren willen sneller zelfstandig op hun eigen benen staan. En daarom is het belangrijk dat wij als ministerie invulling gaan geven aan verkorte opleidingen. De minister zegt verder dat er nooit een goed onderzoek is gedaan naar het aantal drop-outs van de verschillende opleidingen. Echter geeft hij mee dat wij als samenleving zullen schrikken van het aantal drop-outs op lager onderwijsniveau. Als we kijken hoeveel drop-outs we hebben na de MULO, dan zijn er een heleboel jongeren thuis die gewoon niks doen na MULO. Maar wat we ook als zorg hebben, en dat is ook een zorgpunt van deze regering, maar ook een zorgpunt voor mij als minister, is dat wij moeten gaan kijken dat we uiteindelijk een variatie hebben aan opleidingen. En dat uiteindelijk wanneer je de opleiding af hebt, dat je uiteindelijk werk vindt. Want als we op dit moment kijken naar de kweekscholen, hebben we op dit moment een groot overschot aan mensen met een onderwijzeresse A. Maar we hopen in het kader van het nieuw te vormen ECD-beleid, het Early Childhood Development beleid, door bijscholing en omscholing deze mensen anders te kunnen inzetten. En ik wil heel binnenkort met Hanna Draaibaar zitten. Dit project is een fantastisch project geweest. Het heeft uiteindelijk nut bewezen om jongeren die in feite verzeild zouden raken een toekomst te bieden, maar we zijn er nog niet. En we moeten nog heel veel doen om uiteindelijk ook bepaalde drempels te overbruggen, maar we moeten ook ervoor zorgen dat we middels projecten de middelen vinden om ons te ondersteunen. Het was dus minister Robert Pneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij was aanwezig bij de certificaatuitreiking van het pilotproject van de Backlot. Bijkans 60 jongeren hebben vandaag een certificaat ontvangen hiervoor. Hiermee is het project ontwikkeld door de Backlot en gefinancierd door de Inter-American Development Bank ook officieel afgesloten.